Goedemorgen allemaal. Het onderwerp van mijn verhaal is Messiasverwachting in het boek Jesaja. Maar voordat ik daaraan begin, even een klein uitstapje naar de Dode Zee rollen. U ziet dat hier op het scherm. En dus ook uitgedeeld in kopie, voor zover er voldoende exemplaren waren. Wat u hier ziet op het scherm is een soort foto van een deel van één bladzijde uit de grote eerste Jesaja-rol uit Qumran. Dat is tegelijk het grootste Bijbelhandschrift dat daar teruggevonden is. Het is een fragment van hoofdstuk 40. Het is hier niet zo goed leesbaar, maar het is netjes uitgewerkt op het volgende plaatje. Jawel, daar hebben we hem dan in wat beter leesbare Hebreeuwse letters voor degenen die de kunst machtig zijn. Daar zal ik mij verder toe beperken. Waar het mij even om gaat, wat leuk is om te laten zien aan het begin van mijn lezing, is wat je daar ziet bij vers 7 en vers 9. De oplettende kijker zal zien dat er geen vers 8 is. Zie? Vers 7 staat aangegeven, 9 staat aangegeven, maar 8 niet. Nou, als u uw Bijbelvertaling er bijvoorbeeld bij neemt voor Jesaja 40 vers 7 en 8, dan kun je zien dat daar aan het begin van vers 7 precies hetzelfde staat als aan het begin van vers 8. Het gras verdort, de bloem verwelkt of de bloem valt af. In de nieuwe Bijbelvertaling staat er dan nog iets uiteraard tussen in vers 7. Ik zal het even voorlezen. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Dus je hebt twee keer het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar precies dat stukje tussen die twee keer in, plus de herhaling van het gras verdort en de bloem verwelkt, was oorspronkelijk uitgevallen in dit handschrift. Want hier zie je... Even kijken. Het gras verdort, de bloem verwelkt. En dan gaat het verder. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Dat was de tekst zoals die eerst opgeschreven was in het handschrift. Dat staat gewoon netjes in de lijn. Dus het hele vervolg van vers 7 en het begin van vers 8 is uitgevallen. Je springt meteen van het begin van vers 7. Het gras verdort, de bloem verwelkt. Naar het slot van vers 8. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Hoe kan dat? Nou, de meest waarschijnlijke verklaring is, dat kennen we uit het overschrijven van handschrift, als je twee keer achter elkaar hetzelfde hebt, dan wil wel eens bij het overschrijven je oog verspringen van de eerste naar de tweede keer. En in plaats van twee keer schrijf je het maar één keer op en een stukje ertussen laat je weg. We hebben daar prachtige technische termen voor als aberratio, oculi en parablepsis en haplografie. En meer van zulke soort Griekse en Latijnse scheldwoorden, die zal ik u verder besparen. We kenden dat procedé al wel, maar dankzij de Dode Zeerollen zien we het echt in de praktijk. Alleen hebben ze later hun fout kennelijk ontdekt. Want nu zien we er wat tussen geknoeid en we zien wat opzij er nog bij geschreven. Alleen dat cijfertje 8 is dan door de uitgever van de tekst hier toegevoegd. Hoe gaat het? Gaat als volgt. Het gras verdort, de bloem verwelkt, ki, ruach, en dan moet daar de godsnaam Yahweh staan of Adonai, als de adem, of de geest van de Heer erover blaast. Dat is het vervolg van vers 7, dat hebben ze dus erboven maar even toegevoegd. En dan wat daar weer nakomt, hebben ze erachter aangeschreven in kleinere lettertjes, met een klein verschilletje, maar dat laat ik nu even zitten. Echt waar, heus. Gras is het volk. En als je dan hier verder leest van boven naar beneden, staat hier weer het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God. En de rest hebben ze maar weggelaten. Dus ze hebben zelf de fout kennelijk ontdekt en gecorrigeerd. En dat zie je vaker bij dit handschrift. Het is het beroemdste handschrift, maar het is ook een slordig handschrift. Maar de correcties die erin zijn, sporen vaak weer met de overgeleverde Hebreeuwse tekst, zoals die nu nog in de Hebreeuwse Bijbels wordt afgedrukt. Waarom heb ik dit erbij genomen? Nou, om gewoon even iets leuks te laten zien uit die rollen van Qumran, waar ik het verder niet over ga hebben, zelfs niet over de Messiasverwachting in Qumran, want dat is niet mijn vakgebied. Maar ik heb hier wel de titel van mijn verhaal aan ontleend.
Het woord van onze God houdt altijd stand, wat u hier ziet staan. Dat is mijn thema en daar wil ik iets van laten zien. Laten zien hoe je aan de vervulling van de Messias-verwachting in Jesaja kunt zien hoe het woord van God betrouwbaar is en altijd stand houdt. Verder zal ik het aan het eind nog even op deze tekst heel kort terugkomen, maar niet meer speciaal hebben over Jesaja 40. In het Nieuwe Testament kun je lezen, keer op keer, worden er profetieën uit Jesaja aangehaald en er wordt van aangewezen hoe dat die profetie vervuld is, zich verwerkelijkt heeft, gerealiseerd is in het leven en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar in het onderzoek zegt men, ja, dat staat wel in het Nieuwe Testament, maar wat de Nieuwtestamentische schrijvers doen met die profetieën, hun toepassing op Jezus Christus, die spoort vaak helemaal niet met de oorspronkelijke bedoeling van Jesaja. Israëlieten als eerste hoorders van Jesaja's profetieën zullen daar nooit aan gedacht hebben. Jesaja zal het niet bedoeld hebben. Het klopt niet altijd even goed met elkaar. Nou, als dat waar is, hoe betrouwbaar is dan het woord van God in het Nieuwe Testament? Als in het Nieuwe Testament staat, in Jezus lijden wordt vervuld de profetie over de leidende dienaar van de Heer in Jesaja 53. Als dat niet zo is, als het niks te maken heeft met de oorspronkelijke bedoeling van Jesaja, hebben we in elk geval een probleem om over na te denken. Als het wel klopt, kun je eraan zien dat de profetieën van Jesaja na vele eeuwen nog uitgekomen zijn. Een belangrijke profetie in dit verband is Jesaja 7. Daar wil ik mee beginnen. En ik hoop dat u een Bijbel meegenomen hebt, zodat u mee kunt lezen. Ik zal het verder niet op het scherm projecteren. Jesaja 7 is de bekende Immanuel-profetie. Die profetie in Jesaja 7, die wordt aangehaald in Matteüs 1. Misschien hebt u het de afgelopen dagen nog gelezen rond de kerstviering. Matteüs 1. Daar begin ik nu eventjes. Matteüs 1, na het zogenaamde geslachtsregister, waar het hoofdstuk mee begint, staat er dat Jozef erachter komt dat Maria zwanger is. En dat is dan door de Heilige Geest. Hij wil van haar scheiden. In een droom verschijnt aan hem een engel van de Heer en die zegt, Jozef, niet doen, blijf bij Maria, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Tot zover de woorden van de engel. En dan schrijft Matteüs, dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Nou, de maagd zal zwanger zijn, een zoon baren. Dat is een citaat uit Jesaja 7. Jesaja 7 vers 14. En Matteüs citeert hier vooral in overeenstemming met de Griekse vertaling daarvan. Ik wil nu even met u eerst gaan kijken naar Jesaja 7. Wat dat betekende in de tijd van Jesaja zelf. Hoe zal Jesaja zelf het begrepen hebben, de profetie die hij kreeg en doorgeeft? Hoe heeft zijn publiek het begrepen? Dus de eigen historische context van die profetie wil ik eerst met u nagaan. Nou, dat brengt ons naar het jaar 734 voor Christus. Plus minus, om 1 of 2 jaar kijk ik niet. Ongeveer 734 voor Christus. Jesaja 7 vers 1 staat dat in die tijd er een aanval werd voorbereid op de stad Jeruzalem. Koning Rezin van Aram, Syrië in de Statenvertaling. Hij had zijn hoofdstad, dat was Damascus, daar stond zijn paleis. Koning Rezin van Aram en koning Pekach van Israël, de 10 stammen in het noordelijke Rijk Israël, met de hoofdstad Samaria, die trokken samen op tegen Juda om oorlog te voeren. Waarom? Nou, het had te maken met de politieke situatie van die tijd. De grootmacht was Assyrië.
in het huidige Irak. En dat voerde op dat moment een duidelijke expansiepolitiek. Nou, wat moet je dan als kleine landjes proberen je met elkaar te verenigen? Een soort NAVO, een soort bondgenootschap oprichten om die Assyrische invloed te weerstaan. En dat wilden Rezin en Pekah samen een coalitie vormen, een bondgenootschap tegen Assyrië. Maar die Agas, koning Agas in Juda, die werkte niet mee. En ze wilden graag Juda er ook bij hebben. Dus was het plan, we trekken op tegen Jeruzalem en veroveren die stad. Dat kunnen we wel met z'n tweeën, twee koninkrijken, twee legers. En dan vervangen we Agas door ene Tabeel, die wel op onze hand is. Dus het was een regelrechte bedreiging voor het koningshuis van David. Ze wilden een einde maken aan het koningshuis van David, het koningschap van Agas, om zo het koninkrijk Juda te dwingen mee te doen met hun coalitie. Agas en heel zijn koninklijke familie, staat in de tekst, werden doodsbenauwd. En op dat moment stuurt de Heer de profeet Jesaja er naartoe. En Jesaja moet zeggen, niet bang worden Agas, hou moed, want dat plan van Rezin, koning Rezin en van koning Pekah, daar komt niks van terecht. Dat zal op niks uitlopen. Integendeel, het koninkrijk van het noorden, Noord-Israël, zal zelfs te gronde gaan. Vers 8, nog 65 jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. Nou, uit het latere verloop van de geschiedenis weten we dat het zelfs nog veel sneller is gegaan. Ik zei 734, Samaria is ondergegaan in 722, 720. Dus binnen 15 jaar was het al zover dat het koninkrijk ten onder ging en de bevolking in ballingschap werd gevoerd. Dus Agas wordt bemoedigd, de Heer zelf zal ervoor zorgen dat er een eind komt aan de macht van het noordelijke rijk. Hij hoeft zich niet bedreigd te voelen door die twee koningen die wel machtig lijken, maar die in feite toch niet meer zijn dan twee smeulende stukken hout. Dat is iets wat heel spoedig vergaat, vers 4. Alleen zegt de Heer er wel bij, alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. Dat is een mooie woordspeling in het Hebreeuws met het woord aman, wat weer verwant is met ons woord amen. Dat laat ik nu verder zitten, het kostte veel tijd, maar het zou wel grappig zijn om dat uit te werken. En heel duidelijke spreuk richting Agas, je moet vertrouwen, geloven, dan hou je stand, anders niet. En dan zegt de Heer om Agas tot dat vertrouwen te bewegen er nog bij, door Jesaja, vraag maar om een teken. Een bevestigend teken dat echt waar is wat ik zeg, als je maar op God vertrouwt, dan komt het goed, hoef je niet bang te zijn. Agas weigert, vers 10 en volgende. Hij weigert dat teken te vragen, hij mag er zelf een noemen, laat de Heer maar zus of zo een teken geven. Hij weigert, zegt nee, ik ga de Heer niet uitproberen. Maar het is in feite een vroom smoesje, een smoesje. Want hij weet natuurlijk wel, als hij een teken krijgt en het komt, ja, dan moet hij ook echt wel naar dat woord van de Heer luisteren. Hij heeft zelf om een teken gevraagd. Dus hij weigert, hij probeert afstand te houden van de profeet. Dan heeft hij toch wat meer kans nog om zijn eigen politiek te volgen. Zelf met slimme verdedigingswerken hier proberen te werken, te redden. Een offer aan een afgod op zijn tijd, maar niet op de Heer vertrouwen. Dat is in feite wat hij niet wil. Dan zegt de Heer via Jesaja, de Heer zegt tegen hem, dan zal ik jezelf wel een teken geven. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven, dan kom ik bij vers 14. Het teken dat de Heer zal geven is, de jonge vrouw is zwanger, ze zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Dat is het teken dat God gaat geven voor Agas. Nou, Matthäus haalt die profetie aan en zegt het is vervuld in de Heer Jezus. Betekent dat nu dat Agas zijn teken pas kreeg bij de geboorte van Jezus? Zou kunnen, maar dat was dan wel 7 eeuwen na zijn dood. Dus daar zit toch een vraag. Wat heeft Agas aan een teken, hoe prachtig ook, als het pas 7 eeuwen na zijn dood arriveert, dat teken? Zou dat de bedoeling geweest zijn van de profeet? Je krijgt een teken op het moment dat je al 700 jaar in het graf ligt. Nou, als dat er staat, dan is dat zo. Dan hebben we dat te aanvaarden. Maar ik denk dat de tekst zelf ons toch een iets andere kant uitwijst. Want de profeet gaat nog even door. Hij zegt niet alleen de jonge vrouw, in het Grieks is dat dan als parthenos, maagd vertaald,
is of wordt zwanger, ze zal spoedig een zoon baren, hem Immanuel noemen. Men gaat verder met boter en honing zal hij eten, die jongen, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Dus die zoon die geboren wordt, Immanuel, als hij nog maar een klein jochie is, nog niet het onderscheid weet tussen goed en kwaad, dus nog helemaal niet volwassen is, voor die tijd zal hij boter en honing eten. Ja, dat is iets wat in het Nieuwe Testament niet terugvinden in het leven van de Heer Jezus. Ik zeg niet dat het niet gebeurd kan zijn, maar het Nieuwe Testament vertelt daar niets over in elk geval. Het past beter bij de tijd van Jesaja zelf, zoals we het nu zullen zien, de 8e eeuw. Maar dat komt zo. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen ontvolkt zijn, zegt vers 16. He, dus als hij nog klein is, die Immanuel, dan is het land van Pekin en van Rezin en Pekach, dat is dan ontvolkt. Nou, dat is niet iets dat in de tijd van de Heer Jezus gebeurd is, maar het kan wel goed slaan, en dan heeft het ook veel zin, op Jesaja's eigen tijd, op de nabije toekomst, de aanval van de Assyriërs die zowel Aram, Damascus als Israël onder de voet zullen lopen. En dat staat dan ook in vers 17, voor u, Agas, en voor uw volk in uw koningshuis zal de Heer een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde na de dood van Salomo, de heerschappij van Assyrië. Nou, dat slaat op de 8e eeuw, 7e eeuw ook nog, aan het eind van de 7e eeuw is het voorbij. Dan gaat het Assyrische Rijk ten onder om nooit weer op te staan. In de tijd van de Heer Jezus waren het niet de Assyriërs die de macht hadden, maar de Romeinen. Nou, zo gaat het ook nog verder in vers 17 tot 25. Het oordeel dat de Heer door de Assyriërs over zijn volk zal voltrekken. En uiteindelijk ontsnapt Juda wel aan dat oordeel in de tijd van koning Hizkia, maar het wordt wel even heel benauwd. De Assyriërs veroveren bijna heel het land en aan het noordelijke rijk Israël, de 10 stammen, daar maken ze zelfs een einde aan. Dan staat daar ook nog in vers 22... Door de overvloed aan melk die de dieren dan geven, zal men ruimschoots boter eten. Boter en honing is er voor wie in het land zijn achtergebleven. Heb je diezelfde boter en honing als ook in vers 15? Wat wil dat zeggen, boter en honing eten? Nou, boter en honing is natuurlijk geen slecht voedsel. Het is best goed voedsel. Maar het is ook niet echt luxe voedsel. Het is niet een hertenbiefstuk wat een koning normaal in zijn paleis op zijn bord krijgt, of wat Salomo in elk geval op zijn bord kreeg. Het is basaal voedsel, het is goed, je kunt ermee overleven. Maar, zoals uit het tekstverband ook blijkt, het is eigenlijk het enige wat ze hebben. Voor de rest is het doornen en distelen. Dus ze leven een beetje als nomaden, met vee verder. Boter, van de koeien of van de, misschien, ik weet niet of je van de kleinveemelk, van schapenmelk ook boter kan maken. Zou ik als boerenzoon eigenlijk moeten weten, maar dat was mijn moeders afdeling, die maakte wel kaas en klaagde er altijd over wat een rotwerk dat was. Dus daarom weet ik er ook niks van. Maar goed, in ieder geval, dit is pas meer bij een nomadisch leven, boter en honing, wat je natuurlijk ook in het wild kunt aantreffen. Dus wel voedzaam eten, maar bepaald geen luxe, voor de rest is het kommer en kwel. Dus je krijgt, als je dit hoofdstuk gewoon in zijn verband leest, echt het indruk van, nou, het gaat over de nabije toekomst. 8e eeuw, misschien een uitlopertje in de 7e eeuw voor Christus. En voor die tijd, daar zou dan het teken ook op moeten slaan. Het teken dat de Heer aan Agas wil geven, dat er een jonge vrouw is die een kind krijgt en die dan zegt, het kan allemaal heel bedreigend zijn wat er gebeurt, maar God is met ons en zo wil ik dat die jongen heet. Een geloofsbelijdenis van die vrouw. Ik noem mijn baby toch in deze tijd, God is met ons. Dus het gebrek aan vertrouwen van Agas, waarover die kritisch wordt aangesproken door de profeet, dat contrasteert met het vertrouwen van die jonge vrouw. Kijk eens nou naar haar. Zij noemt haar jongen Immanuel, God met ons. En die jongen die overleeft, want die krijgt dat basale voedsel, boter en honing. God is echt met ons. Kijk maar naar die jongen. Dat zou goed passen. Om zo nog even op een mogelijk bezwaar daartegen. Maar het past in elk geval ook goed bij het vervolg. Als je denkt aan een geboorte van een jongen in die tijd. Hetzelfde gebeurt namelijk in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 8 gaat het over weer een kind. Maar dat is het kind van Jesaja zelf.
Een kind dat hij verwekt bij de profetes. We mogen aannemen dat dat, zoals het hoort, zijn eigen vrouw is. En dat kind krijgt een symbolische naam. Net als Immanuel eigenlijk een symbolische naam is, of een geloofsbelijdenis, zo krijgt dat kind in opdracht van God een symbolische naam, net als de kinderen van Hosea. Haastig buit, spoedig roof. Maher Shalal Gas Bas. In het Nederlands wel eens frivol weergegeven als meneer Shalal de gasbaas. Maher Shalal Gas Bas. Haastig buit, spoedig roof. Nou, je hoeft maar even te wachten en dan wordt alles buitgemaakt, wordt het hele land leeg geroofd. He, dus het is een onheilsboodschap die hij aankondigt. En dat slaat dan, zegt 8 vers 4, op de ondergang van Damascus. Want nog voordat die jongen vader en moeder kan zeggen, zullen de rijkdommen van Damascus en de schatten van Samaria door de koning van Assyrië worden buitgemaakt. Dus weer iets voor de nabije toekomst, de aanstaande ondergang van Damascus, 732. En de aanstaande ondergang van het Noordrijk Israël, 722, 720. Dat gebeurt al voordat de jongen kan praten. Dus ook daar zie je een parallel met die Immanuel. Voordat hij tussen goed en kwaad kan onderscheiden, zal die boter en honing heten. Voordat dat kind van Jesaja vader of moeder kan zeggen, papa of mama, zal het oordeel al voltrokken zijn. Verder zie je in hoofdstuk 8 ook nog dat als het ware Immanuel daar wordt aangesproken. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Immanuel, 8 vers 8. Dus dat, ja, dat past goed. Ik zeg niet dat ik precies weet hoe ik deze tekst moet uitleggen. Dat zou mij meer tijd kosten om me daar nog in nader in te verdiepen. Maar het lijkt net of Immanuel een persoon is die je daar kunt aanspreken. Immanuel, jouw land. En dan zegt u misschien, ja, hol even. Het lijkt er allemaal op, het past heel goed. He, een vrouw, we weten niet wie. Was het een vrouw aan het hof? Was het een vrouw die erbij stond op het moment dat Jesaja aangeschreven, die eraan kon wijzen, deze vrouw daar? Was het misschien diezelfde als die profetes, de vrouw van Jesaja in hoofdstuk 8? Dat weten we allemaal niet. Maar het gaat toch om een maagd. Zo staat het in Matthäus 1. De maagd zal zwanger worden. Nou, dat is iets wat natuurlijk maar één keer gebeurd is bij de Heere Jezus. Bij Maria. Zij werd zwanger en bleef maagd. Maar ik denk niet dat je dat echt uit deze tekst kunt halen. Dat het per se een maagd moet zijn. Dus een woord dat wel op een maagd kan slaan, alma in het Hebreeuws, kan op een maagd slaan, maar het hoeft niet. Het kan ook een algemeen woord voor jonge vrouw zijn. Het meer speciaal woord voor maagd, meer specifiek, is betula, maar dat wordt hier niet gebruikt. Betula wordt door de Griekse vertaling meestal met parthenos vertaald, en dat is maagd. En dat vind je in Matthäus 1 vers 23. Maar alma wordt meestal vertaald door neanis, jonge vrouw. Dus ook op die manier kun je niet zeggen, want het moet per se op de Heer Jezus slaan, want het gaat toch duidelijk om een maagd. In de Hebreeuwse tekst is dat niet zo duidelijk. Dus lijkt de conclusie te moeten zijn van nou, Jesaja profeteert over iets uit zijn eigen tijd. Iets wat gaat gebeuren in zijn eigen tijd, in de 8e eeuw. Is het gebeurd? Is er zo'n vrouw geweest die zo'n kind de naam gaf? Ja, het woord van de Heer is betrouwbaar, dat geloof ik. Maar we weten het verder niet. We hebben daar geen informatie over. Maar als het dan zo is dat het uit de 8e eeuw is, dat het daarop slaat, knoeit Matthäus dan niet een beetje? Want Matthäus zegt nee. Het slaat op de Heer Jezus en het is vervuld in mijn eigen tijd door de geboorte van Christus. Nou, met die vraag laat ik u nog eventjes zitten. Ik kom er zo dadelijk op terug. Eerst enkele andere profetieën in het kort, ook vanwege de tijd. In de volgende hoofdstukken 8 en 9 en 10 is Jesaja steeds bezig met die tijd van de dreiging door Assyrië. In de 8e eeuw, in de tijd van koning Agas. En 8 vers 22 staat dat er duisternis is. En dat is een symbool van het oordeel, verstikkende duisternis. Want, zo blijkt ook uit 8 vers 23, er is smaad voor Zebulon en Naftali. Het noorden is veroverd door de Assyriërs. We zitten iets later in de tijd, na 732. Het noorden van het tienstammenrijk is al door de Assyrische koning, Tiglath-Pileser III, veroverd. Duisternis is het daar. Maar, kondigt de profeet dan aan in vers 1, het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Er komt dus weer licht, dat wil zeggen bevrijding, heil, voorspoed, daar in dat
noorden, dat land van duisternis. God draait het om, komt een omkering ten goede, bevrijding. En die wordt als iets vaststaand beschreven. Dat kun je zien aan de Hebreeuwse werkwoordsvormen, die kunnen ook gewoon iets beschrijven wat al gebeurd is, maar dat gebeurt vaker in profetie. Het is zo waar dat het wordt beschreven alsof het al gebeurd is. En in dezelfde termen wordt dan gesproken in vers 5 en 6 over de geboorte van een kind. Weer een kind, net als in Jesaja 7 en 8. Maar nu staat er, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, maar dit is een heel machtig kind. De heerschappij rust op zijn schouders. En hij krijgt prachtige namen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Nou, dat kun je van een normaal mens natuurlijk nooit zeggen. Dus het is wel een heel bijzonder kind wat hier aangekondigd wordt. Hij krijgt heel bijzondere namen, die normaal worden termen gebruikt die je eigenlijk alleen op God kunt laten slaan. Maar worden hier aan een geboren kind toegekend. En dat kind zal heersen en grote macht hebben, groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ja, dus dat kind heerst, tegelijk is er sprake van Davids troon. Dus hij zit kennelijk op de troon van David, als opvolger van David. En dan zal hij regeren in gerechtigheid. Een vrederijk, een rijk van gerechtigheid rond de troon van David. Wanneer? Het staat vast, want het wordt eigenlijk, ik geloof dat Pieter Siebesma al aanwezig is. Nou, dan zal ik even iets zeggen wat ik van hem niet mag zeggen. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk een soort verleden tijd. En dat mag je natuurlijk nooit zeggen in het Hebreeuws. Okay. Maar goed, voor gemakshalve een soort verleden tijd in het Hebreeuws. Om aan te geven, hè, dit is zo vast, ik kan beschrijven alsof het al gebeurd is. Maar het ligt nog in de toekomst in feite. Maar het is zo zeker dat als het ware al een verleden tijd, vergeef me de term, gebruikt wordt. Maar ja, als je rondkijkt in de tijd van Jesaja, dan zie je er niks van. Want er komt een opvolger van Agas, Hiskia. Nou, dat was een goede koning. Rechtvaardig, maar zijn rijk was zeer beperkt. Hij hield stand tegenover Assyrië, maar voor de rest was het nou, niet zo barre glorieus. Het was in ieder geval niet zo groot als in de tijd van vader David. Tot aan de Eufraat aan toe en tot aan Egypte. Het was veel kleiner dan dat. Dus wat hier staat over dat geboren kind, realiseerde zich niet in koning Hiskia. En ook later niet in een andere vrome koning die er nog geweest is. De laatste koning Josia. Dus hier een belofte, maar je ziet nog geen realisering. Nou, het vervolg vanaf 9 vers 7 gaat weer verder over het naderend oordeel door de Assyriërs. Beschrijft hoe God vervolgens ook de koning van Assyrië zelf zal aanpakken. En dat er een rest van Israël wordt bevrijd. Dus Israël moet door het oordeel van God heen gaan. Het wordt als het ware gedecimeerd. Maar wat er overblijft, hè, dat heeft een gouden toekomst. En dat keert ook weer terug naar God. Aan het slot van vers 10 wordt denk ik een soort opmars van het Assyrische leger naar Jeruzalem beschreven. En de vers 33 en 34 hebben dan het beeld van een boom die wordt omgehakt. Heel plotseling. Is dat Assyrië? Ziet dat vooruit naar de val van koning Sanherib in de tijd van koning Hiskia, 701. Als ze Jeruzalem belegerd, maar 180.000 man sneuvelen door de engel van de Heer. Slaat het daarop? Of is de boom die omgehakt wordt toch Jeruzalem zelf? In elk geval, in vers hoofdstuk 11, staat uit de stronk van Isi schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Ja, dat is een prachtige profetie. Bekend, ook uit de kersttijd, messiaanse profetie. Hè? Maar begin eventjes met stronk van Isaï. Dat is wat anders dan boom van David. Stronk wil zeggen, de boom is afgehakt. De boom van het huis van David is afgehakt, er blijft alleen een stronk over. En die wordt ook nog Isaï genoemd. Dus we springen over David terug, vanuit Jeruzalem terug naar vader Isaï in Bethlehem. Dus dat betekent echt de ondergang van Davids huis. Hij wordt zelf niet eens meer genoemd, alleen zijn vader. Terug achter de schapen in Bethlehem. Maar uit die stronk schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt op bloei. En die nakomeling die dan geboren zal worden, kennelijk toch nog uit die stronk van Isi, uit het huis van David, na de ondergang. Daar zal de geest van de Heer op rusten. Hij zal rechtvaardig heersen, beheerst door de geest van de Heer. En er komt een vrederijk.
En alle volken komen daarop af. En de Israëlieten die in ballingschap gevoerd zijn, komen weer terug. Dus dat waren allemaal beloften die Jesaja's tijdgenoten hadden. Waarvan ze de verwerkelijking niet zagen. Bij Hizkia leek het er misschien even op. Bij Josia misschien eventjes. Maar meer dan dat was het ook niet. Nou, dan sla ik verder een heel stuk van Jesaja over. Maar in Jesaja 39, daar wordt in de tijd van koning Hizkia de ondergang van het rijk aangekondigd. Hizkia's koninkrijk zal ten onder gaan en dat komt dan door, niet meer door de Assyriërs, maar in de toekomst door de Babyloniërs. En dus lijkt het erop alsof al die mooie profetieën uit hoofdstuk 9 en 11 dat het loze woorden blijven. Houdt dit woord van God nou wel stand? Of komt er niks van terecht? Nou, dat is de vraag die Jesaja 40 oppikt. Houdt dit woord van God wel stand? En Jesaja 40 vers 8 zegt heel duidelijk, zeker, Gods woord houdt altijd stand. Dus die woorden die gesproken zijn in Jesaja 9 en 11, daar moet nog iets mee gebeuren. Het staat nog altijd open. Nou, vanaf Jesaja 40 spreken de profetieën in op de situatie van de Babylonische ballingschap. Er is veel discussie over of ze dan nog wel of niet van Jesaja zelf zijn. Laat ik nu allemaal rusten. De situatie waarin je als lezer of als hoorder van de profetieën verplaatst wordt, is de situatie van de ondergang van Jeruzalem, de Babylonische ballingschap in de 6e eeuw voor Christus. Daar spreekt het op in. En dan horen we niks meer van een kind. We horen ook niet meer van een zoon van David. De naam David komt alleen in Jesaja 55 nog een keer voor. Dus dat beeld dat gaat helemaal weg. Het geeft duidelijk aan dat het in die tijd van de ballingschap van het huis van David niet veel te zien valt. Dat er van de koningen niet veel te verwachten valt. Maar in daar plaatsen van duikt er een andere figuur op. Telkens weer de dienaar van de Heer. Of de knecht des Heren in de Statenvertaling. De dienaar van de Heer. Die komt vooral voor in vier gedeelten die dan bekend staan als de liederen van de dienaar van de Heer, maar ook buiten die gedeeltes om. Maar ik beperk me nu naar bekende gewoonte tot die vier gedeeltes. En ik moet het ook kort houden, zie ik. Ja. Ja, een kwartier nog ongeveer. Hè? Ja, oké. Okay. In hoofdstuk 42, Jesaja 42 vers 1, spreekt God zelf door de profeet en zegt, hier is mijn dienaar. Dus hij presenteert hem. Kijk, hier heb je hem nou. Mijn dienaar. En ik zal hem steunen. En dat is iemand die vervuld is met de geest van God. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Oh, dan hebben we toch een link met hoofdstuk 11. De tronk, de telg die komt uit Isaï, zal iemand zijn op wie de geest van de Heere rust. Er worden andere termen gebruikt, David, Isaï, nu hoort het niet, maar wel iemand op wie de geest van de Heer met de geest van de Heer vervuld is. Zou er misschien toch een link zijn? De profeet gaat er verder niet op in. Vertelt wel wat de taak van die dienaar zal zijn. Alle volken het recht doen kennen en dat zonder veel bravoer en geschreeuw, maar op een barmhartige manier zal hij het recht op aarde vestigen. Dus er komt een einde aan het onrecht, daar zal die dienaar voor zorgen en dat gaat dan ook uit tot aan het uiterste der aarde, de eilanden, de kustlanden. Dat is in het Hebreeuws van, kustland is natuurlijk een vertaling, de eilanden, maar in het, dat is eigenlijk de uitdrukking voor ver weg Istan, zeg maar. Zo ver als je maar kunt denken, de verste horizon. Daar zal hij recht brengen. En niet alleen voor Israël, maar, zegt vers 6, hij brengt het voor alle volken. Ik maak je tot een licht voor alle volken. En de gevangenen worden, vers 7, bevrijd. En dan kun je denk met name denken aan de Judeërs in ballingschap in Babel. Dus de Heer zegt, hier is mijn dienaar. En hij gaat het doen, recht brengen, mijn volk verlossen, gevangenen bevrijden, maar zelfs recht brengen tot in Verwegistan. Zover als je maar kunt denken. Wie is dan die dienaar? Staat er niet bij. Dus op dat moment moeten we dan ook maar even zeggen, oké, dat parkeren we eventjes. De Heer presenteert een dienaar, er zal zo iemand zijn, een dienaar van de Heer, maar zijn identiteit wordt niet ingevuld. Ja, maar in 41 komen we ook al zo'n dienaar tegen, dezelfde term. Er zijn al meer overeenkomsten tussen hoofdstuk 41 en 42, ook in de beschrijving van die dienaar. En in hoofdstuk 41 staat, die dienaar, dat is Israël. 41 vers 8. 41 vers 8. Maar jou Israël, mijn dienaar, Jacob die ik heb uitgekozen, nakomeling van Abraham, mijn vriend. Hetzelfde woord uitkiezen.
Hetzelfde wortelstam in het Hebreeuws. Wordt op Israël als dienaar toegepast in hoofdstuk 41 vers 8. En in 42 vers 1 op die dienaar. Die dienaar waarvan het Nieuwe Testament zegt dat dat de Heer Jezus is. Of dat de profetie althans in hem vervuld is. Maar het lijkt erop, als je het in het verband leest, dat het niet zozeer de Messias is als wel Israël. Want die wordt in 41 als dienaar aangeduid. In elk geval, de Heer presenteert een dienaar die het een en ander zal doen, recht brengen. En in het verband wordt een link gelegd met Israël. Nou, moet ik weer een heel stuk overslaan. Dat is jammer, maar moet u ook niet meer dan drie kwartier vermoeien, per slot van rekening. 49 vers 1 tot 7, dat is de tweede. Daar is de dienaar zelf aan het woord, in de eerste persoon. Hij spreekt zelf en hij zegt, de Heer heeft tegen mij gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Dus daar wordt weer die naam Israël gekoppeld aan die dienaar. Krijgen we weer de indruk dat Israël zelf de dienaar is. Die dienaar heeft nogal pretenties hier. Want hij zegt tegen de eilanden, tot ver weg is dan, jullie moeten allemaal naar mij luisteren. Denk er goed om. En als je het niet doet, hè, nou, dan krijg je het zwaar te verduren. Want de Heer heeft mijn tong gemaakt zo scherp als een zwaard. Ik ben een wapen in de hand van God. Hij heeft mij als een pijl opgeborgen. Maar hij kan dus met mij schieten. En hij maakt mijn tong scherp als een zwaard. Dus door mijn spreken, door mijn tong, kan er zich een oordeel voltrokken. Dat kan je zelfs je leven kosten, want een zwaard, ik heb het liever niet op mijn nek in elk geval. Maar dat zegt hij dus. Ik ben een dienaar van de Heer en mijn spreken, is mijn woord, is een machtig wapen in de hand van de Heer. En hij is Israël. In jou, Israël, zal ik mij verheerlijken, heeft de Heer tegen die dienaar gezegd. Maar blijkt nou in vers 5, wordt het nog raadselachtiger. De Heer heeft ook tegen hem gezegd, ik heb je al in de moederschoot gevormd tot mijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen. Dus hij wordt als Israël aangeduid, maar hij heeft ook een taak tegenover Israël. Hij moet de Israëlieten bij elkaar brengen. Hij is Israël en hij moet wat doen tegenover Israël. Hoe kan dat? Profeet, los ons het raadsel op. Maar de profeet doet het niet. Hij zegt alleen wel, het gaat niet alleen om Israël, het gaat zelfs om alle volken. Ik zal je maken, zelfde woorden als in hoofdstuk 42, tot een licht voor alle volken, want ik ga redding brengen tot aan de einden der aarde. Dus we hebben een dienaar, die als Israël wordt aangeduid, die tegelijk iets voor Israël moet doen, en die heil, verlossing, redding brengt tot aan het uiterste der aarde. Hoofdstuk 50, vers 4 tot 11. Dat is het derde lied over die dienaar van de Heer. Nou, daar heel kort over. Zijn taak is om de moedeloze op te beuren, vers 4. Hij moet zelf gewillig naar God luisteren. Daar heeft de Heer hem op voorbereid. En het blijkt dat ook dat hij gefolterd wordt. Vers 6. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Ze hebben me de baard uitgetrokken. Maar, zeggen vers 7 tot 9, God zal hem redden en naar deze dienaar moet je luisteren. Dus hier blijkt een dienaar te zijn, er wordt verder niet meer als Israël aangeduid. Dat zit in dit stuk niet met zoveel woorden. Er wordt geen identiteit genoemd, maar het is een dienaar die moet luisteren naar God, die anderen bemoedigt, maar die tegenstand ondervindt, die lijden moet. Maar daar moet je je niet door laten afleiden, door dat lijden van die dienaar. Je moet naar hem luisteren, anders gaat het fout. Ten slotte, de bekendste. Misschien ook wel de moeilijkste. Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. Vierde lied over de dienaar. In het grootste gedeelte, in een stukje, aan het begin en het eind, spreekt de Heere zelf daarover zijn dienaar. In het grootste stuk, het middenstuk, ja, een groep in de eerste persoon meervoud. Wij. Wij, een groep die over zichzelf spreekt als wij. Wij hebben een dienaar gezien. Ze hebben die dienaar gezien. Nou, wij, dat moeten Israëlieten zijn, blijken ze het verband volgens mij. Spreken misschien bij monden van de profeet. Maar zij beschrijven wat ze gezien hebben. Ze hebben de dienaar van de Heer gezien, maar die moest afzichtelijk lijden. Hij was het aanzien niet meer waard. Maar dan krijgen ze door, als ze ernaar kijken, ze dachten eerst van ja, hij zal het zelf al op zijn geweten hebben of het noodlot of zo heeft hem getroffen, zulke soort gedachten. Maar als ze langer kijken, dan zien ze nee, dat is niet zo. Hij lijdt, maar dat ligt aan ons. Hij lijdt om onze zonde. En sterker nog, doordat hij lijdt,
om ons kwaad, niet zijn eigen kwaad, want hij heeft nooit onrecht gedaan, nooit iets misgedaan, die dienaar. Hij lijdt, maar dat is om onze zonde en daardoor geneest hij ons van ons lijden. Hij brengt ons genezing. Hij verzet zich niet, hij lijdt vrijwillig, gewillig, als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, vers 7. En hij sterft zelfs, vers 8 en 9. En vers 10, dat kun je in de nieuwe Bijbelvertaling niet zo duidelijk zien. Daar staat hij offerde zijn leven voor hun schuld. Nou, een niet makkelijk vertaalbaar zinnetje, maar in elk geval wordt daar het woord voor een schuldoffer of een hersteloffer gebruikt. Dus een offer dat bedoeld is om zonden te verzoenen en tegelijk herstel aan te brengen van de geleden schade. Dat is dat lijden, die dood van deze dienaar is een schuldoffer om zonden te verzoenen en de schade te herstellen. En uiteindelijk zal dat tot groot succes leiden. Dat blijkt aan het begin en het eind van de tekst. Hij zal slagen, groot zijn, hoog verheven in aanzien, 52 vers 13. Dat zijn in Jesaja 2, meen ik, termen die op de Heere worden toegepast. Dus termen die elders op God worden toegepast, worden hier toegepast op die lijdende dienaar. Hij zal groot succes hebben en 53 vers 11 en 12 zegt de Heer het zelf weer. Hij zal met machtigende duit de buit verdelen, met kennis verzadigd worden enzovoort. Dus uiteindelijk is er voor deze dienaar een grootse toekomst. Ja, die wijgroep, die Israëlieten, beschrijven het alsof ze de dienaar hebben gezien. Als ze hem voor ogen hebben gehad. En dat is natuurlijk heel problematisch. En daar heb ik ook geen definitief antwoord op. Hoe kan dat nou? Hebben ze misschien een visioen gehad waarin die dienaar een rol speelde? Of zagen ze de profeet die leed en zagen ze hem als dienaar van de Heer? Ik weet het niet. Maar in ieder geval hier blijkt wel heel duidelijk dat er onderscheid is tussen die dienaar en Israël. Eerst had je nog steeds het idee van de dienaar, dat is Israël. Maar hier staat hij echt helemaal tegenover Israël. Hij komt misschien wel uit Israël, maar er wordt geen aandacht aan besteed, niet eens. Maar hij doet iets voor Israël. Hij draagt hun lijden. Dus ik denk je dat niet beter kunt samenvatten dan te zeggen van, die dienaar treedt in de plaats van Israël. Hij is wat Israël had moeten zijn. God spreekt hem als Israël aan. Jij bent het. Hij doet wat Israël had moeten doen. Het lijden voor hun zonde dragen. Hij neemt het van hen over. Het recht van God in de wereld verkondigen. Allerlei dingen die Israël had moeten doen, maar in elk geval niet gedaan heeft. Ja, en dan stopt het. Er zijn natuurlijk nog wel meer profetieën, maar ik stop hier in elk geval. Mensen in ballingschap en daarna moesten daarmee verder. Ze hadden wat plaatjes. Van de plaatjes van ja, een kind dat geboren gaat worden in Davids huis, heerschappij op zijn schouder, vrederijk, geest van God op hem, iemand uit Davids huis. En een verhaal over die dienaar, een dienaar die recht gaat brengen, die verlossing gaat brengen voor Gods volk Israël, zelfs voor alle volken, die niet zoon van David genoemd wordt, maar die wel de rol van Israël overneemt. Dat kregen ze mee en daar moesten ze mee leven. Of ze daar echt een eenheid van konden maken waarin ze precies de Messias konden aftekenen, ik denk het niet. Ze hadden gewoon verschillende plaatjes. En het zal best voor hun moeilijk geweest zijn om daar één puzzel van te leggen, van die verschillende stukjes. En dan komt de Heer Jezus, eeuwen later. En als je dan goed naar hem kijkt, gelovig kijkt, je laat je door hem tot geloof brengen. Dan zeg je, warempel, nu vallen de stukjes op hun plaats. Nu zie ik het gebeuren. Want wat zie ik nu allemaal bij de Heer Jezus? Zijn vader, nominaal dan, niet werkelijk, is Jozef, maar hij wordt in elk geval geboren in Davids huis. Misschien rechtstreeks voor Maria, als zij van David afstamt. Er is veel de tafel pleit, maar dat laat ik nu maar rusten. Hij is in elk geval iemand uit Davids koningshuis. Hij leidt als de dienaar van Jesaja 53. Maar hij krijgt ook koninklijke macht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zie je dan vervolgens ook als zijn evangelie verkondigd wordt en genezingen worden gedaan. Massa's mensen tot bekering komen en het rijk dat hij gesticht heeft nu nog steeds bestaat. Anders zaten wij of de meeste van ons hier niet vandaag. Zijn rijk kun je gewoon zien in allen die in hem geloven. Hij heerst
op de troon in de hemel en brengt vrede op aarde door de verkondiging van het evangelie naar de Joden toe, maar naar alle volken toe. En je kunt in het evangelie ook zien dat hij is wat Israël was of had moeten zijn en doet wat Israël had moeten doen. Kijk alleen maar mee met Matteüs. Hij moet naar Egypte. Opdat vervuld zou worden uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zegt Matteüs 2. Daar zou ik een heel verhaal over kunnen houden, dat heb ik al gedaan. Alleen is het in een duur boek gepubliceerd, dus laat dat verder nou maar zitten. Ik denk dat je daar kunt zien, hij doet over wat Israël gedaan heeft. Net als Israël moet hij naar Egypte en dan weer terug naar Kanaan. En net als Israël moet Jezus ook de woestijn in en daar beproefd worden. 40 dagen. Volk Israël wordt 40 jaren beproefd door de Heere zelf, Deuteronomium 8. Hij wordt ook beproefd, eveneens 40, maar dan 40 dagen. En de Heere geeft hem daarvoor over. En het is dan vooral Satan die het doet. Dus er zijn best wel verschillen. Hè? Maar je kunt zeker in dat Matteüs-evangelie zien van hij is. Heel Israël komt als het ware in Jezus samen. Maar in hem komt ook samen, zie je werkelijkheid worden, wat Jesaja over die dienaar zei. Die Israëls taak overnam en uitvoerde. Die vrede verkondigt, die geneest, die niet schreeuwt, die vrijwillig leidt. En die het evangelie naar alle volken laat uitgaan. Dus het kan best zo zijn dat de mensen in Jesaja's tijd hebben gedacht van ja, waar heeft die profeet het nou eigenlijk over? Het lijkt over onze tijd te gaan, binnenkort, maar verder wisten ze het niet. Maar ze hadden wel allerlei woorden mee, allerlei aanwijzingen, ik noem het maar even verschillende plaatjes. Maar als je dan Jezus voor je ziet, dan zeg je van hé, nu vallen de puzzelstukken op hun plaats. Wat Jesaja zei, gebeurt toch. Matteüs 1 ook, Jesaja 7 vers 14, het teken van Emmanuel. Ja, ook daarvan zegt Matteüs, ik heb net betoogd, van ja, het lijkt er toch wel heel sterk op dat dat teken is iets voor Agas in zijn eigen tijd. Matteüs zegt in elk geval van nou, er moest nog vervulling komen. Het was nog niet volledig gerealiseerd. Er stond nog steeds iets open. Ja, kun je wel iets bij indenken ook. God met ons, dat zou je aan de jongen kunnen zien, zo zou die heten. Nou, dat werd natuurlijk werkelijkheid in de tijd van Agas en Hiskia voor allen die op de Heere vertrouwden. God heeft hen niet verlaten, maar ze moesten wel door het oordeel heen. Ze moesten in ballingschap, dus er was niet zoveel van te zien. Gods volk was niet bevrijd nog, werd verdrukt. Je kon het niet zien, God met ons. En het moest wel werkelijkheid worden. En nu wordt het werkelijkheid op een nog veel heerlijker manier. God met ons, niet alleen maar door ons te helpen, maar doordat God, de Zoon van God, mens wordt. God en mens in één persoon, verenigd in de Heer Jezus Christus. En misschien speelt dan ook nog mee dat Matteüs, en gebruikt de tekst, althans in onze Griekse Matteüs tekst, en andere hebben we niet, volgens de Griekse vertaling, parthenos, maagd. Hè? En dat als je het zo opvat, Jesaja 7 geeft er ook wel ruimte voor, denk ik, omdat er over een man helemaal niet gesproken wordt in Jesaja 7. Kun je zeggen, nou in die zin, als je het zo strikt neemt zoals de Septuagint het heeft gedaan, moest het ook nog werkelijkheid worden, een zoon geboren uit een maagd. Dus ook daarvan denk ik dat, hoewel Jesaja 7 allereerst zal slaan op Agas en Hiskia's en Jesaja's eigen tijd, het pas echt helemaal vervuld wordt, helemaal werkelijkheid wordt in de tijd van de Heer Jezus, werkelijkheid in de diepste zin des woords. Dus Gods woord houdt echt wel stand. Dat krijg je niet omver. Het zet zich door. Kunt het zien. Maar als je aan de Heer Jezus voorbij gaat, hem niet herkent als de dienaar van de Heer en het kind op de troon van David, dan zie je het niet. Je ziet het in het geloof in Christus. Maar als je in het geloof in Christus ernaar kijkt, dan zie je het ook echt. Gods woord houdt altijd stand.